En zijn redenvoering gaat door. En dit is een redelijk kort stukje, dus dat geeft me de gelegenheid om nog even terug te komen op de AO-werkwoorden, want die komen hier nogal een paar keer voor. Dus ik heb hier bijvoorbeeld Nikon, Nikais en Helais, Nikesa's, Nikon. Dus die werkwoorden op AO kan ik nog even kort behandelen. En dan kom ik bijvoorbeeld bij de AO, bij het presens uit. Nou, ik heb normaal gesproken die werkwoorden op AO, die dus samentrekken in het Attisch met daarbij de regel A plus E wordt lange alfa en A plus omicron wordt omega. Of in ieder geval een O-klank. Dus dan krijg je hier O, I's, I. En het moeilijke zit hem natuurlijk in die iota subscriptum, die je misschien niet altijd herkent. Zoals hier ook in Nikais. Nikomen, Nikaten, Nikozen. Let op die O, dat dat niet altijd een conjunctivus hoeft te zijn. Nou, als die werkwoorden naar het imperfectum gaan, gaan dezelfde regels gelden. Dus A, O wordt O, A, E wordt A, A, E wordt A. En hier ook O, men, A, te, oon. Dus hier ook in icoon, in ika's, in ika, enzovoorts. Nou, bij de aoristes gaat dan zometeen gelden dat er een verlenging plaatsvindt. Net als bij de EO-werkwoorden krijg ik dus dat eerst de stam verlengd wordt tot eta, nike, en dan de sigma-alpha erachter komt. Enike, saas. Net zoals epoie, saas. Za. Nou, en dan gaat gewoon de sigma, in dit geval de sigmatische aoristes gelden. Ke, saas, sas, se. Samen zaten san. Dus die werkwoorden op AO, let daar even op. Nou, hier Nikon is dan dus een Nikaon participium van het presens. Nou, Nikais heb ik hier al gezien als presens tweede persoon enkelvoud. Nikon wordt dan een participium van het presens. Nikesa's, let erop, geen augment, zoals hier. Dus is een participium van de aoristes. En Elais, zie je hier weer met die iota subscriptum erbij, is een presens tweede persoon. Ik pak even die Nikon al als vertaling, terwijl jij overwint. Nikais, overwin jij niet. En hier ook, terwijl jij overwint. Dus Nikao, overwinnen. Nou, terwijl jij overwint, overwin jij niet tosuton zo groot? Is jouw overwinning niet zo groot, hoson, als? Zodanig als. Nou, dan heb je ii diabas. Dit is een participium van de aoristes van diabaino. Dat is een stam-aoristes, voor het geval je je dat nog herinnert. Nadat jij bent overgestoken, esten ekeinon, letterlijk na het van hen, naar het land van hen. Dus als je overwint in je eigen land, dan is je overwinning niet zo groot als dat je naar hen bent overgestoken, naar het land van hen bent overgestoken. En dan heb ik erover Nikon Masagetas Hepoyo Faikusi. Nou, terwijl jij dus de Masageten overwint, Hepoyo van Hippomai, je hen zou achtervolgen, Faikusin, terwijl ze vluchten. Dit is een dativus, participium, Faigon, en dan krijg je dus Faigont, si, en dat wordt Faikusi, terwijl jij vluchten. Dus, als, en nu krijg je een aantal bijzinnen, nadat je bent overgestoken naar het land van hen, terwijl je de Masageten overwint, als jij hen zou achtervolgen, terwijl ze vluchten. Ik haal dit rijtje even weg, want ik wil deze paragraaf 207.4 op één blaadje krijgen, op één sheet. Dan krijg je eerst to. Daar ken je natuurlijk de krasisvorm in. Van to, auto, hetzelfde. En dan heb ik antiteso,
ik zal stellen daartegenover, want ik zal tuto, hetzelfde, ekainoi, daar tegenover stellen, tegenover dat. Namelijk dat, Nikesas, nadat jij, tus antioumenos, dat is de accusativus, de tegenstanders, Nikesas, overwonnen hebt, elais, jij, itu, is recht, letterlijk, of, ja, recht, jij rechtstreeks oprukt, waar naartoe? Naar des Arches, des Tomurios, naar de heerschappij van Tomyris. Dus even nog met die AO-werkwoorden om je dat duidelijk te maken, kom ik zo in 207.5.